Nou, we zijn bezig de caravan van Theo aan het draaien. Hij staat al schuin. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk. Laten we met de auto proberen. Doortje. Ik weet niet hoeveel gaat rijden. Strak halen. Ja, daar gaat ie. Ja, gaat goed hè. Kom maar. Nog een eentje. Ja, ik wil toch weer andersom staan. Wat zei jij? Oh. Nog een keer? Ik wil weer andersom staan. Ja, zeg. Als je daar trekt, de vier trekt, dan blijft het eruit. Dus je trekt de modder van die kant. Je kunt nooit sturen naar die kant. Dan lijkt me nu het beste. Dan kunnen we namelijk zo en zo. Waar wil jij hem hebben, Bob? Tot hier. Nou, ongeveer hetzelfde als jij. Nou, kijk, waarom ik had eigenlijk verwacht dat die jongens even zouden helpen. Maar ja, maar joh, moest ergens. Maar als we die tafel weghalen, hè, en we maken hem heel kort aan jouw trekhaak vast. Dan kan je in ieder geval al een heel eind komen. Ja, maar zeker, maar schuin houden kunnen we hem wel. En als we dan achter mijn trekhaak hangen, want net zoals we nu gedaan hebben. Want ik vind dat die vrij recht achter me aan ging, eerlijk gezegd. Ja, dat ging niet. Want ik had gedacht dat hij meteen om zou draaien. Nee, ik kon wel een klein beetje meesturen. Dan dacht ik, dat ging nog. Ja. Nee, dat ging perfect. Alleen moeten we hem nu omhoog gaan. Dan moet ik het schrik aan het uit. Daar moet ik. Oh, maar. Ja, die stokken, ja. Die pak ik. Ja, ja, dat kan. Ruud. Nou zou je eigenlijk weer naar voren moeten. Wat je ook kunnen doen. Kan jij die troepen van jou niet hier gewoon tegen de ding aanzetten? Nee, die pandje druk je helemaal in elkaar. Nee, dat druk je kapot. Als we daar een plank tegenaan zetten, ja, zou... dat niet druk. Nee. Dat druk je echt helemaal stuk, Theo. Oké. Okay. Ja, dan gaan we dat niet doen. We blijven niet over. Dan wordt dan gewoon rollen. Kom op. Wacht even. Ja! Dan moet je niet te ver gaan, Mark, anders kom je weer in het losse spul te staan, hè? Hier is het redelijk hard. Hou het weg! Ik denk als je ja, dan moet de voet even bij je.
Dat we aardig van de rit zijn. Ja, Mark is aan het drukken. Oh, oh. Hij duwt hem om nou. Om. Ja, ik moet eerst nu dat tannetje hoe zitten. Oké. Okay. Ja. Kan hij? Ja. Ja, maar hoe staat hij nou? Hij staat niet recht, hè? Afstand, hè? Ja! Oh. Nee, wacht even. Terug, want mijn kaartje is er niet. Ja! Oh, niet te ver, hè? Maar hij zakt nog terug. Moet even kijken, nou. Kijk hoe die staat. Hij is wel op 5 meter in ieder geval. Ik denk dat ze hem nog één keer op en neer butsen. Dan zijn we er. Dan zijn we er, ja. Huh? Is goed zo. Ik denk het wel. Ik denk, hij zit op 5 meter. Dus. Ja, maar ik vind het wel mooi als het ook een beetje in lijn staat. Ja, nog korter. Maar ja, ik kan hier in mijn blote gaan zitten, hè. En buksen samen. Hij staat zo scheef als een hoort. Dus, dan moet hij nou toch nog even hier de achterkant hier toe. Of nog verder door en naar achteren. Dan weer naar voren. Ik denk dat we beter deze kant inderdaad kunnen doen. Plasjurans. Ik heb alleen halve liters, dan moeten we glazen even pakken. En hij staat er? Plasjurans. In ieder geval op zijn plek nu. Ik zeg, alles mag er weer aan. Hij zit meteen weer met de dans. Ja, hij wil wel verdrinken. Nou, een biertje hebben we wel verdiend, even denk. Voordat we verder gaan. Ja, het is alleen die vlonden ervoor trekken en dan kan ik de rest weer gewoon zelf opbouwen. Maar die hij moet eerst op poten, vriend. Ja, hij moet eerst omhoog, hè? Ja, eerst op zijn plek. We gaan eerst iets drinken. Eerst vast zitten. Doen we dat even bij jullie in het restaurant op mijn kosten? Op jouw kosten. Waarom op jouw kosten? Omdat jullie mij geholpen hebben en dat ik geen wikjes weg. Maar ik heb hier geen, voor mij heb ik niks, voor ons heb ik wel. Maar mag niet. Ah, we kunnen wel even bij ons binnen zitten, zitten we ook even uit de wind. Uit de wind? Even relax en dan gaan we verder. Ik moet wel even het zeiltje eroverheen gooien, want als het gaat regenen dan... Nou, wat er eigenlijk staat mag eigenlijk wel best wel nat. Ja, maar als het niet hoeft dan joh. Nee, ik weet het niet. Hebben wij nog van die dikke bouwstenen? Ja, heb ik achter de gastank heb ik nog. Heb ik ja, maar weet je, onder de wielen stonden twee rijen, dat hoeft niet. Oh, dat weet ik niet, ik heb er niet op. Er zijn twee bokken onder te staan. Nou, niks kan er net pikken, niks hè? 2, 4, 6. Nou jongens, het is helemaal te gek. Maar ik heb dikke blokken onder de gastank. Niet lukken? Nou, proost! Nou, oké. We pakken hem even. Even een borreltje, hè? Even een time-out. En we houden hem met z'n drieën. Even de steekhard, twee aan de zijkant, rijden hem zo. Wat is het? We klappen hem zo onder nee, je tent. Nee, dan gaan we niet ballen. Het is jammer dat heel die muts weg is. Want als we dat met z'n allen hadden gedaan, dan ligt hij zo in een paar seconden licht, dat ding. Want dan pakken we met z'n allen op. Johan en al die gasten die er allemaal bij waren. Al die kijkers. Er was er alleen die duel, dus toch? Kijk, Jeroen heeft wel geholpen. Ja, nou, en Johan ook, maar de rest stond gewoon te kijken hoe wij. Nou. Nou. Gaan we even verder. Ja, als ik even een M8-foutje pakken. Nee, dat hoeft niet. Hangt deze kant op? Ik vind dat die nog redelijk goed blijft. Ja, waterpas hier blijven. Jongen, kom je net uit. Die kat ligt gewoon op bed te slapen, hè? Echt waar? Ja, al die tijd. Ja, verdomme, daar ligt gewoon te pitten. Ja! Ze
Nou, hij staat bijna dicht, maar niet. Ja, oma, hij is er net. Ja, maar dat moet erop passen. Dat zeg je niet, zeg. De andere kant wordt ook nog onder. Dan zat hij de schuif. Nu zijn een paar blokjes onder gegaan. Kijken. Hey Theo. Hoi. Je ziet wel weer wie het werk allemaal doet, hè? Amai, amai. Sterke kerels. Een beetje recht zetten, die stok. Staat het zo raar? Moet die nog? Ja, dan hebben we ook die twee kerkjes nog, hè? Ja, we zijn stroom bezig. Heb je hem op een meter? Hier is hij vrij. Ja, dan moet er wel zo op zitten. Ja, oké, okay, dan weet je nog niks ja, anders. Maar wat doet je er? Die broer zit helemaal vol. Ja, dat is oké. Dat ding is zo zwaar, joh. Ja. Huh? Ja. Oké. Okay. 1, 2, 3, los. Nee, nee, niet laten vallen. Nee, laten vallen. Doe maar, laten zakken. Rustig laten zakken. Honden eronder vandaan. Los. Mark had zijn handen er niet onder vandaan. Ah! Dat ga ik ook niet doen. Ja, lijkt wel gek. Wat jij nou weer te doen, hè? Kijk maar het bak met hey. Die planten zijn. Zeker. Als we die kar er terug onder zetten, dan kan die daar op verdienen en je kan hem hier oppakken. Deze? Huh? Anders krijgen we hem in Nederland. Nou, hé, dat kan niet meer. Ja, dat is ook zo.